Allemande uit de eerste partita van Johann Sebastian Bach, violist Jeroen de Groot, die vorige week zijn dubbel cd met de solosonates en partitas van Bach presenteerde. De opbrengst gaat naar een goed doel en dat bracht hem naar het Griekse eiland Lesbos. Afgelopen zondag reisde hij af en we hebben hem nu aan de telefoon. Jeroen de Groot, goedemiddag. Dag Hans. Hoi. Wat doet een violist in een vluchtelingenkamp? Goeie vraag. Ja, dat wist ik 2 weken geleden ook nog niet. Ik zat aan de keukentafel met 2 vrienden te bedenken hoe we dit product van Bach, over Bach, een ander doel ook zou kunnen laten dienen. En van het een kwam het deze en het andere. We gaan kinderen die in een vluchtelingenkamp opgesloten zitten met muziek proberen wat licht tunnel te geven. Hoe wil je dat doen? Want veel violen zullen er in zo'n kamp niet zijn. Nou, kijk, we hebben het natuurlijk niet alleen over violen. Er zijn inmiddels al 10 violisten hier. Die krijgen al les van een Colombiaanse dame. En we zijn gisteren daar heel de dag op dat vluchtelingenkamp geweest. En 1100 mensen. Normaaliter kom je daar überhaupt niet zomaar in. We hadden toen wij hadden besloten tot deze stichting contact opgenomen met Because We Carry van, misschien ken je er wel, Steffi de Paus. Yoga-lerares, hè? Ja, precies. En zij zit daar nu al bijna een jaar en zij verzorgt daar voor 1100 mensen dagelijks het ontbijt. Daar verzamelt ze geld voor in en dat kost haar 30.000 euro per maand. En dat is ongelooflijk hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen. Daarnaast zorgt ze ook dat per dag die kinderen 2 uur met spelletjes elkaar een beetje uitdagen en zo. Ja. Maar verder is er niet zoveel. Nee, verveling ligt op de loer, hè? Het is verschrikkelijk. Ja. Het is zwarter dan zwart. Hoe gaan jullie dit aanpakken? We zijn al heel eind op weg. We hebben met de lokale bevolking hier vandaag met een paar mensen gesproken in een koffiebar en in een music store. En die zeiden allemaal, je moet, naast dat ze heel erg welwillend willen zijn om mee te helpen, naar een instrument eerst zoeken wat een beetje ook zijn roots bij hun cultuur heeft. Ja. Dus dan kom je eigenlijk aan een beetje aan gitaarachtige instrumenten. Ja, de oud, hè, de Arabische luit. Precies, maar ook gewoon een gitaar, want er zijn al 2 gitaren, de kinderen die vechten erom. Ja. En het allemaal. Dus, en het voordeel daarvan ook is dat er zijn heel veel volwassenen die daar al heel goed in zouden kunnen onderwijzen. Dus dan hoef je niet van buitenaf dat ook nog eens een keer te gaan regelen. En daarnaast willen we in ieder geval 1 of 2 piano's er naartoe halen. Misschien ook wel starten met een koortje. En we hebben, ja, het ook te maken natuurlijk daarnaast nog met het zogenaamde kamphoofd. Die moet er wel iets in zien, anders kun je echt hemel aan haar bewegen, maar dan zal je er niet tegen komen. En heb je contact gehad? Ja. Dat hebben we in ieder geval vernomen. Morgen gaan we dat allemaal bespreken met hem. Maar hij vindt het een heel erg fijn plan. En dus dat gaan we morgen verder in kaart zetten. Ja, Jeroen, hoe lang ben je er nu? Dit is mijn 2e dag. En hoe lang blijf je? Vrijdag gaan we weer terug. Ja, en dan? Dan ben je er een week geweest. Dan heb je natuurlijk hopelijk dingen in gang gezet. Nou, ja, kijk, maar hoe is het vervolg hiervan? Dat zullen we dan zien. Maar het gaat nu alles in kaart zetten, willen we. Dan willen we natuurlijk de opbrengst van het boek daarvoor gaan gebruiken. Voor de financiële kant. Daarnaast crowdfunding, donaties, misschien giften. Ook benefietconcerten kan ik gaan geven. Wij zijn vele dingen natuurlijk te bedenken. Ja. Daarnaast concentreren we natuurlijk ook op de opvangcentra in Nederland. We hebben inmiddels al 2 aanvragen daarvan gekregen. Net een uur geleden, voordat jullie bijbelden. Jongetje uit AZC in Weert. Die dolgraag, die 14 jaar, zit hier met zijn zusje, 18,
Moeder is doodziek, ligt in Bagdad. Vader is op de vlucht naar Soedan met een van de andere kinderen. Dus het gezin is helemaal uit elkaar gerukt. Uit het lood geslagen. Dat jongetje wil heel graag viool leren spelen. Nou. Dus via kwamen ze bij ons. En we hebben gelijk toegezegd natuurlijk dat we dat gaan regelen voor dat jochie. Klein beginnen. Ja, precies. Ja. Het is een heel klein olievlekje wat zich langzamerhand... Nou, prachtig. Prachtig, Jeroen de Groot. Ja. En waar ben je nu? Ik ben nu even in mijn hotel. Daarna ga ik heel snel lekker wat eten. Nou ja, dat kan nog, hè? Terwijl alle toeristen weg zijn. Je kunt wel gewoon nog een restaurant vinden daar op Lesbos dat nog open is. Oh, zeker. Je kan hier voortreffelijk eten. Wat goed. Nou, geniet ervan ook in deze paar dagen en gefeliciteerd met je prachtige initiatief. Dankjewel. Jeroen de Groot, dag. Tot ziens, hè. Dag. Ja, noem maar dag. Hij speelt nog een keer Bach hier, double uit de eerste partita. Jeroen de Groot. De eerste partita van Johann Sebastian Bach, violist Jeroen de Groot, in eigen beheer uitgegeven, dubbel cd, de complete werken van Bach voor viool solo. En hij wil het inzetten voor een goed doel, vluchtelingen helpen op Lesbos, maar ook hier om muziek te maken.